Welkom bij deze track guide op het legendarische circuit van Monza, ook wel de Temple of Speed genoemd. Monza is een van de snelste circuits van de kalender en tevens de thuishaven van Ferrari. Laten we direct overschakelen naar het circuit. Hi en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe track guide van GP Blog. We zijn op Monza, het thuiscircuit van Scuderia Ferrari. Het is een echt power circuit en wij nemen jullie mee met Formule 1 2018. We komen aan bij Rettifio, bocht 1, een harde remzone. We gaan remmen op 110 meter, snel terugschakelen. En in de tweede bocht is een goede exit heel erg belangrijk. Hier is inhalen mogelijk, want we gaan door de Curva Grande. En hier is dan de bedoeling dat je aan de buitenkant zit, zodat je bij de volgende chicane aan de binnenkant je tegenstander voorbij kan. We remmen op 75 meter. Dat bevordert het momentum dat je mee de bocht inneemt. In Lesmo 1 altijd oppassen voor de bladeren die aan de binnenkant liggen. En Lesmo 2 neem veel snelheid mee, want er hierop volgt een DRS-zone. Door de DRS en de slipstream kunnen we hier veel inhaalacties gaan verwachten. En we komen hieruit in de Ascari Chicane, waar de controle van de auto moet behouden, want anders gaan we hard de muur in. Hier is slipstreamen weer mogelijk en kunnen we inhaalacties verwachten. We gaan op naar Parabolica, waar meerdere racelijnen mogelijk zijn. We zullen hier in de race en in de kwalificatie meerdere racelijnen gaan zien bij de coureurs. Wie verwachten jullie dat er gaat winnen op Monza? Wordt het een thuiszegen van Ferrari of is Mercedes er toch te sterk af? Laat het ons weten in de comments. Dit was de Track Guide. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan je duimpje omhoog en abonneer je op ons kanaal. Volgende week zijn we weer bij jullie terug met de nieuwe Track Guide op Singapore.